Hele goeie morgen, Petrie. Volgende keer doe ik mijn t-shirtje. Die ik gekregen van mijn zusje en mijn zwager. Hartstikke goed. Heel veel. Ik denk, ik maak even een video naar aanleiding van wat er wel of in heel veel gevallen niet gebeurd is het afgelopen weekend. Veel mensen zijn teleurgesteld. En erger. Het is geen grap. Gisteren kreeg ik een persoonlijk berichtje van een mevrouw die zag het echt niet meer zitten. Suicidale neigingen. En dat is gewoon heel erg. En nogmaals, ik ga je naam niet noemen, maar je weet wie ik ben. Je weet dat ik het over jou heb. En dat is erg. En dat soort dingen moeten we gewoon zien te voorkomen met elkaar. En elkaar daarbij te helpen. En niet te veel vast te houden aan data. En het iedere keer weer noemen van data is... Soms is het moet je het doen omdat het bijvoorbeeld een belangrijke datum is. Bijvoorbeeld 20 maart. 20 maart was een belangrijke... Ik heb het ook gezegd. 20 maart is een belangrijke dag. Want... Dan lopen die 60 dagen na de inauguratie lopen dan af. En want Trump had nog de beschikking over het leger 60 tot 60 dagen na de inauguratie. Dat had hij met zo'n executive order had hij dat geregeld. Dat is dus in het weekend afgelopen. Het was de 20e. Velen van ons, nogmaals, gingen er vanuit, hoopten, misschien is dat het betere woord, dat dus zou betekenen dat voor de 20e alles geregeld zou moeten zijn. En dat is niet zo. Wat er nu is gebeurd, want daar had Trump ook weer een executive order voor gemaakt, is dat het leger nu, let op, 120 dagen heeft om de zaak weer onder controle te krijgen. En dat brengt ons naar, volgens mij, naar 20 mei. 20 mei. Kijk, dat soort dagen, dat kun je gerust zeggen, want dat zijn gewoon vaste dagen. Tuurlijk, en wij gaan van, nu gaan de radartjes weer lopen bij iedereen en bla bla bla. We horen 120. Hé, hey, wat was dat? Gezara. Snap je? Oké. Okay. Maar het zijn data. Dat zijn vaste gegevens. We hadden gehoopt dat er dat afgelopen weekend alles rond zou zijn. En dat het QFS volledig live zou zijn over alle aangesloten landen. Dat is niet zo. En dan zijn er een paar dingen die mensen goed moeten weten. Je hebt de quantum computer. De quantum computer die loopt al maanden, volgens mij misschien al wel een jaar, parallel aan het Swift-systeem. Het QFS is eigenlijk, zoals het mij... Nee, ik heb een document gekregen. Dat is een soort van een app op die quantum computer. Wel een hele grote app. Het QFS, dat is het echte... financiële deel ervan, dat het omzetten van het omzetten naar een goudgedekte munt. Sommige mensen hebben het over de goudstandaard. Dit is niet de goudstandaard. We gaan naar een goudgedekte munt. Dat is heel iets anders. De goudstandaard was maar, die werd ook steeds afgebrokkeld. Hè? Iedere keer was de euro of de dollar, of de gulden toen nog, geloof ik, steeds maar voor een deel gedekt door goud, maar de goudgedekte munt is volledig gedekt door goud. Dat is een wereld van verschil. Een goudgedekte één munt kan ook niet, in dit systeem, in het QFS-systeem, kan ook niet gehackt worden, kan ook niet gemanipuleerd worden, wat met de goudstandaard nog wel kon. Dus het is een wezenlijk verschil. Dus we gaan niet naar de goudstandaard, we gaan naar een goudgedekte, of door een grondstoffen, of door een edelmetaal gedekte munt. Groot verschil. Maar het QFS draait nog niet. Het QFS draait wel in, heb ik van de week gehoord, in twee landen. Deels. Ook nog niet volledig. Deels. En één daarvan is bij een grote bank in China. Ik zag dat Charlie dat net deelde in zijn Insiders Club, dus neem ik aan dat ik dat er ook mag delen nu. Om het te testen, volledig te testen, en om te kijken of wat de deep state nog voor plannen heeft. Als je Simon Parks volgt, die heeft het erover dat er iets
En Simon Parks gaat ervan uit dat er iets gebeurd is waardoor de knop niet is omgezet afgelopen weekend. Zoals ik het begrepen heb, ook van Charlie, met name van Charlie, is het alles staat klaar. Alle codes zijn ingevoerd. Het hele systeem staat klaar om geïmplementeerd te worden. Het is een kwestie van timing. En blijkbaar heeft de Deep State nog wat trucjes achter de hand gehouden om ervoor te zorgen dat de knop nog niet omgezet is. Even over die Deep State. Voor het geval dat er nog steeds mensen zijn die denken van dat deze mensen wel voor reden vatbaar zijn. Die zijn niet voor reden vatbaar, maar dan ook niet. Als zij gaan, nemen ze het liefst zoveel mogelijk mensen met zich mee. Daar zijn ze nu ook mee bezig. Het plan van de World Economic Forum. Agenda 2030. Dat is wat nu uitgespeeld wordt. Dat zie je met die vaccinaties. Een vaccinatie, mensen, is nog steeds niet verplicht. Het is niet verplicht. Het is in strijd met alles wat Nuremberg gedoe. Het is in strijd. Het mag niet. De plicht om te testen mag ook niet. De plicht om het dragen van een mondkapje mag ook niet. Het mag niet. Het feit dat heel veel mensen erin meegaan, dat is hun keus. Het mag niet. Het mag niet verplicht worden. Kan het gevolgen hebben voor je werk? Het zou heel goed kunnen. Maar het is niet verplicht. Voel jij je verplicht om het te doen, dan is dat jouw keus. Het mag niet verplicht worden. Het kan gewoon niet. Maar de overheid doet er alles aan om ons te laten geloven dat het ook zo belangrijk is. De avondklok is nog steeds van kracht. Alle maatregelen zijn nog steeds van kracht. Wanneer wordt Nederland wakker? Ik hoef het nu alleen maar even over Nederland te hebben, want er zijn andere landen die gewoon open zijn. Staten in Amerika, Florida bijvoorbeeld, volledig open. Volledig. Kijk daar eens naar. Onzin. Het is gewoon kul. Maar het feit dat nog steeds een heleboel mensen erin meegaan, geeft de overheid het systeem de macht. En zolang jij de macht geeft aan een ander, haal je die bij jezelf weg. Hey, het is niet zo moeilijk. Je moet terug en je moet staan in je eigen kracht en staan voor waar jij voor wil staan. Als jij dat vaccin niet wilt, dan doe je dat vaccin niet. Als jij dat mondkapje niet wilt, doe je dat mondkapje niet. Als jij geen test wilt doen, doe je geen test. Zo simpel is het. Zijn er bedrijven waarvan je zegt, maar dan komt u er bij ons niet in. Hey, dan draai je om en dan ga je weg en je komt gewoon even nooit weer. Zo simpel is het. Uiteindelijk draait het allemaal om de centjes. Ook bij dat soort bedrijven. Want toevallig, Heidi, die was hier dan in Veendam. Die wilde naar een winkel toe. Mondkapje is hier verplicht, mevrouw. En bla, heel gedoe. Dan zegt Heidi, nu ga ik even reclame maken. Ik kan het schelen, mijn reclame. Mijn kanaal. Ze ging naar de Zeeman. Daar was in één keer, mondkapje was verplicht, hartstikke moeilijk. Nou, zegt hij, dan, ik hoef alleen maar dat en dat hebben. Dan draai ik me om, dan ga ik nu naar de HEMA en daar kan ik zo naar binnen. Hé, hey, en dat was ook zo. Dus HEMA omzet erbij, Zeeman omzet verloren. Zo simpel. En een klant. Uiteindelijk is dat één. Dus, het is niet verplicht. Naar de demonstratie. Dit weekend. Op het Museumplein. De ring met de veteranen en daarachter de zorgverleners. Perfect. Prachtig. Ik heb het gezien, ik heb het live gezien. Ik kreeg kippenvel, serieus waar. En op dat moment, nogmaals, ik ben geen demonstreerder, maar dan ook niet. Omdat ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Maar hier werd wel een statement gemaakt. En die vond ik echt super. En de politie, ME, burgemeester, jullie moet je schamen er op het bord. Echt, het gaat gewoon helemaal nergens meer over. Jullie zijn eigenlijk, je bent gewoon een schande. Een schande voor jezelf en een schande voor het Nederlandse volk. Want dit ging helemaal nergens meer over. En dan komt er zo'n arrestatieteam en die pikte dan uit die groep mensen die daar zitten, pikken ze er even uit. Nou, poep.
Tjonge. Dan zijn jullie macho's. Hè? Wat we bij die demonstratie in ieder geval wel minder gezien hebben, is minder geweld. En dat was een goed. En die veteranen, echt respect. Om dan vervolgens te zien dat jullie het overkoepelende orgaan afstand neemt van jullie actie. Er was een militair, ex-militair, die daar een brief heeft opgeschreven heeft. En die ging verspreiden over Facebook, zag ik. Mijn mening. Ik kom er meer en meer achter dat ik allerlei maniertjes heb en dingetjes zeg. Maar goed, luister, het is dan zo. Mijn mening. Ik ben Peter en ik heb een mening. En ik ben niet bang om mijn mening te vertellen. Al die grote organisaties, die zogenaamd overkoepelende organisaties, die zogenaamd in het dienst staan van een, bijvoorbeeld veteranen, of in dienst staan van de horeca, of in dienst staan van de zorg, weet je, al die grote, ze schijten allemaal op de grote bult. Je hebt het gezien. Ze doen geen ene drol. Niks doen ze voor je. Dus ook die overkoepelende organen, ik weet niet wat hun, ja, ik weet wel. Ze schijten op een grote bult. Ze zijn gewoon lid van dezelfde club. Maar onder het mom van poe, zijn we goed voor jullie. Dus dat. Maar nogmaals, respect voor die veteranen en respect voor die zorgverleners die erachter stonden. En dan is er ook nog weer iemand, ik heb het ook gezien, en nu ik toch bezig ben reclame aan het maken voor iemand, was op Twitter, mevrouw de advocaat. Hè? Dan zal u nu even vragen aan de mensen met hun wit uniform om hun BIG-registratie, want zo'n uniform is natuurlijk heel makkelijk te krijgen. Nou, mevrouw de advocaat, zo'n toga die jij daar aan hebt, die kan ik ook kopen in iedere feestwinkel. Dat is niet zo moeilijk, hè? Dus dat soort opmerkingen, daar word je langzamerhand een beetje scheidsziek van. Het gaat gewoon net. Maar het geeft ook aan dat we hebben het kritieke punt bereikt. En dat is gewoon een feit. Kijk, nogmaals, hey, ik ook. Ik had gehoopt dat dit weekend, afgelopen weekend, die knop om was gegaan. Want daar had een heleboel dingen in beweging gezet. Is niet gebeurd. Er zijn achter de schermen wel een heleboel dingen gebeurd. Ja, nogmaals, wat ik zei. Trump is niet langer meer de controle over militairen. Militairen zijn in controle. We hebben 120 dagen om de zaakjes op orde te krijgen. De militairen hebben altijd gezegd, ze staan achter Trump omdat ze weten. De militairen hebben het zelf onderzocht. Ze weten dat Biden fraude heeft gepleegd. Dus ze staan niet achter Biden. Biden krijgt ook niet de briefings. Biden zit er eigenlijk op een eilandje, Washington D.C., waar trouwens ook weer, ik zag een tweet voorbij komen, dat er is een plan ingediend om daar permanent een hek om Washington D.C. heen te zetten. Is een beetje raar. Weet je, het is niet raar als je snapt waar het om gaat. Washington D.C. wordt ook niet meer zo, trouwens ook niet meer zo benoemd. Maar om het Witte Huis en het Capitool. Het is het oude machtsstructuur die aan het instorten is. Je ziet het aan alles. En nu willen ze er een permanent hek omheen hebben. En het zal mij niet verbazen dat ook het Witte Huis en het Capitool, dat gewoon verwijderd wordt. Dat gaat. Het zal mij niet verbazen. Dan had je bijvoorbeeld in Mar-a-Lago was in één keer gedeeltelijk gesloten omdat daar een COVID-outbreak was. Dan komt er in één keer het bericht voorbij dat een zekere Richard Grenell, en dat is de voormalige DEA-director, nu president is van Amerika. Bijzonder. Dit is een bericht van Daniel Dowell. Ik heb Daniel Dowell nog gebeld. Ja, het staat er echt. Als je googelt wie is president van wie is de president van Amerika, dan krijg je drie opties. Dan krijg je Trump, Biden en Richard Grenell. En die Richard Grenell, die twitterde dan van alles en nog wat daarover. Dus bijzonder. Wat ook bijzonder is het wapengekletter in de hele wereld. Wat ook bijzonder is, dat in de Republiek de Congo, van de Republiek van Congo, een oppositiekandidaat, Guy Brice Parfait, Colelas, overleden is direct na de verkiezing. Internet eruit, er was nog een land waar internet eruit was. In Syrië veel aan de hand. De Russen die hun complete vloot, maar hun
complete vloot op oefening heeft gestuurd. En dat is nog nooit gebeurd. Een complete vloot op oefening sturen is nog nooit gebeurd. Dat is ook niet slim. By the way, strategisch gezien is dat nooit slim. In vredestijd. Waarom zou je het doen? Want je bent heel gevoelig voor aanvallen. Een deel van die vloot ligt in de Middellandse Zee. Heeft een aanvallen uitgevoerd op doelen in, volgens mij, in, net over de grens met Turkije. Dat is dan Syrië. Of Irak. Ik weet het niet. Net over de grens met Turkije. Waar die Koerden zitten daar. Er zijn serieus doelen zijn er geraakt. Het zijn ook echt wel. Er wordt ook echt wel iets gebombardeerd. Wat er precies gebombardeerd wordt is een beetje vaag. Ik zie wel berichten voorbij komen. Dat er allemaal niet. Ja, dat er wel dingen gebombardeerd worden. Maar dat is meer dan goed voor ons. Farmaceutische dingetjes en dat soort dingen. Misschien bedrijven waar gifgas geproduceerd wordt. Dus dat zie je ook. Dus veel wapen gekletter in de hele wereld. Biden die dan Poetin een moordenaar noemt, een killer. Het zijn allemaal geen slimme dingetjes. En dan Poetin die erop reageert, die dan denkt van nou, wat je zegt, dat ben je zelf. En even heel simpel gezegd. Daarnaast nodigt Poetin Biden uit voor een live debat. Maar waarop de mensen van Biden hebben gezegd van nou, Biden heeft het heel druk dit weekend. Nee. Nogmaals, het ligt er allemaal heel dicht bovenop als je het wil zien. Voor degene die wakker is, ligt het er heel dicht bovenop. Nu gaat er al een poosje een video de ronde van een jonge man. Tim, nou, ik ben je achternaam kwijt, maakt het niet uit. Waarin hij heel rustig, heel beheerst, heel gecontroleerd uitlegt hoe de hele wereld, al die structuren, al die systemen in elkaar zitten. En dat als we de geldstromen volgen, follow the money, hebben we vaker gezegd. We uitkomen bij twee bedrijven, BlackRock en Vanguard, waarbij ook nog weer blijkt dat Vanguard een heleboel aandelen heeft van BlackRock. En Vanguard is een private company. En in één keer loopt het spoor, daar loopt het spoor dood. Want een private company hoeft dus niet aan te geven wie zijn aandeelhouders zijn. Nou, dat zijn dan de rijkste van de rijkste. Dat is de 0,001% geloof ik. Dus die bezitten gewoon alles. Die hebben hun vinger in de pap bij alles wat we doen. Dus, als ik zeg, jongens, het systeem moet om. Systeem, systema, riool. Het systeem moet om, dan heb ik het over dat het systeem om moet. Dan is die hele piramide, die machtspiramide, die moet om, die moet weg, die moet vervangen. Wij kunnen niet alleen maar denken, ja, we kunnen wel denken, maar dat heeft geen zin. Je kunt niet zeggen van, we moeten een nieuw politiek systeem hebben. Nee, want alle systemen moeten geld, een nieuw financieel systeem, een politiek systeem, een zorgsysteem. Dat moet om. Het moet om. Wij kunnen niet voorgaan beduren op wat wij nu hebben. Hoe krijg je het systeem om? Hoe in de vrede ontkom je dus aan alles en iedereen wat nu de volledige controle heeft over alles wat we doen? Het is heel lastig. Het is heel erg lastig. Maar we kunnen wel een begin maken. En het begint bij jezelf. Neem controle over je eigen leven. We hebben het zo vaak gezegd. Ga niet wachten op een ander. Ga niet nu weer wachten op bijvoorbeeld een Trump of de militairen. Oh, maar dan, het komt allemaal goed. QFS, het komt allemaal goed. Daar gaan we vanuit. We gaan ervan uit dat dat goed komt. Maar ga ook nadenken hoe het een nieuw leven er voor jou uit moet zien. En het nieuw leven, daar zit geen regering in zoals we die nu hebben. Daar zit geen gemeentebestuur in zoals we dat nu hebben. Daar zit geen zorgsysteem in zoals we dat nu hebben. Dat is weg. Dat moet weg. En mensen, zo langzamerhand word je er gewoon moedeloos van hoe vast mensen in hun patroon zitten. Ga godsamme eens een keer nadenken voor jezelf. Denk eens een keer na. Hoe zou jij het graag willen zien? Nee, en niet denken, ja, maar dat regelt hij. Nee, niet hij. Jij.
jij gaat nadenken over hoe jij de nieuwe wereld zou willen zien. Jij gaat nadenken hoe dat jij een nieuw onderwijssysteem zou willen zien. Jij gaat nadenken hoe dat jij een nieuw zorgsysteem of een nieuw geldsysteem of een nieuw een politiek systeem, dat zal er dus wat mij betreft never nooit meer komen. Onzin. Het gaat gewoon helemaal nergens over. Wij moeten af van alles wat wij kennen. Wij moeten naar een nieuwe wereld. En dat kunnen wij doen als wij besluiten bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen leven. Zelf te zorgen dat wij onze voedsel krijgen. Bijvoorbeeld, koop het rechtstreeks bij een boer of bij een tuinder. Omzeil al die grootgrutters. Er zijn ook boeren die vlees verkopen. Die hebben hun koeien dan gewoon, die hebben dan nog een relatief goed leven gehad. Daarmee omzeil je gewoon heel veel. Je kunt ook zelf je eigen groente en fruit gaan verbouwen. Dat is natuurlijk nog beter. Ga kijken waar kun je goed zaad kopen. Ga kijken of je inderdaad een waterbron kunt laten slaan. Dat kun je in je eentje doen. Dat kun je misschien met een paar buren doen. En sommige mensen die luisteren. Ja, sommige dingen moet ik ook niet zeggen. Maar dat kan me ook geen fuck schelen. Maar kijk. Hey, wij hebben een huis en wij hebben achter huis hebben wij een bron. Klaar. En die laat je gewoon slaan. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar dat mag niet. Van wie niet? Van wie mag dat dan niet? Ja, dat mag niet van de gemeente, dat mag niet van de provincie. Ja, fuck you provincie, fuck you gemeente. Wat doe je voor mij dan? Helemaal geen drol. Het enige wat ik doe, is voor jullie moet betalen. Als ik een bron achter in de tuin wil hebben, dan wil ik een bron. Dus er komt er een boer en die heeft zo'n grote tank met een paar duizend liter water. En die jenst daar een buitengrond in, 10, 12 meter. En heb je in ieder geval water, grondwater. Dan heb je niet het meest schone water, maar dan heb je grondwater. Daar kun je mee vooruit. En er zijn plenty filters te kopen op dit moment. Waarbij ze, ik heb zelfs een filter, daar kan ik slootwater mee drinkbaar maken. Dus, het is er allemaal wel. Doe dat. Ga kijken naar energie. Ga eens kijken naar wat voor manier kun jij energie onafhankelijk worden. Natuurlijk hebben we die zonnepanelen. Maar er zijn andere technieken die zijn vele malen beter. Ga eens kijken bij Anton Teuben. Anton Teuben, ik weet dat hij daar in het verleden heel erg mee bezig is geweest met free energy. En informeer eens bij Anton. Wat zijn de mogelijkheden? Want ik vind, maar goed, Anton, ik zal echt ook even weer daarop terugkomen. Ik vind, we moeten meer die kant op. Niet afhankelijk zijn van al die anderen. Doe het gewoon zelf. Ja, maar ik woon in een stad. Ja, boeien, wat kan mij dan schelen dat jij in een stad woont? Dat wil niet zeggen dat je niks kan doen. We moeten af van het afhankelijke zijn van een ander. Je kunt ook in een gemeenschap, samen met mensen, met een buurt, met een straat, bijvoorbeeld gezamenlijk ergens een volkstuin onderhouden of weet ik meer wat. Er zijn zoveel mogelijkheden. We moeten terug naar elkaar. We moeten terug naar elkaar helpen. En dat is precies wat de overheid, hè, deep state, de elite niet wil. De elite wil niet dat we bij elkaar komen. De elite wil absoluut niet dat we het gezellig hebben met elkaar, want de horeca is nog steeds dicht. Daar even op inhakende, ik snap niet. Niet waarom de horeca nog niet is opgestaan. Ik snap het niet. Sportscholen, hey. Ik heb zelf een sportschool gehad. Als ik nu een sportschool nog steeds had gehad, was ik failliet geweest. Ik weet niet wat ze jullie beloofd hebben, maar dit komt niet goed. En het komt niet goed. Ja, maar gelukkig mogen we ook. Ik zie bij die sportschool overigens ik zo'n klote tent staan buiten. Want dat mag dan wel. Idioterie. Denk toch sportverdorie een keer na. Ga eens kijken bij bijvoorbeeld de Hoge Raad voor de Kinderen. Als je alles zelf wil doen, ga je kijken bij Hoge Raad voor de Kinderen en dan ga je eerst verdiepen in die geboortetrust. Wil je meer hulp hebben, en dan ga je bijvoorbeeld naar Bosmaker. Ga je naar Ronald Heister en dan betaal je €5 in de maand, krijg je misschien meer begeleiding daarin. Ga je er eens in verdiepen. Jouw huis, jouw bedrijf is jouw ambassade. Daar bepaal jij wat je daar wil doen. Er zijn mogelijkheden, maar ga het in de vrede toch eens een keer onderzoeken. Ja, nee. En straks mogen we weer open. Ja, maar we krijgen ook een vergoeding.
Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Maar volgens mij ben je geen ondernemer geworden om een vergoeding te krijgen van de overheid. Volgens mij was dat never, never, never nooit niet te doen. En als het wel zo is, heb ik het mis. Hey, kan hè. Maar goed, ik ben Peter, ik heb een mening. En ik snap het niet. Ik snap het niet. Tenzij er iets aan de hand is. En er heeft met geld te maken. Wat het daglicht niet kan verdragen. Maar anders, hey, ik snap het niet. Maar ik hoor het graag. Ik zou graag eens met een horecaondernemer willen kletsen hierover. Waarom ben je niet open? En als je failliet gaat, want je gaat failliet. Luister, je gaat failliet. Ik zag een bericht voorbij komen van Duitsland. Want ik volg ook een Duits kanaal. Dat in Duitsland zijn ze al bezig de vergunningen voor horeca niet te verlengen. Duitsland loopt voor. Dus dat gaat misschien ook hier komen. Ik weet het niet, hè? Ik weet het niet. Het zou kunnen. Je kunt erop gokken. Maar als je failliet gaat, ga je failliet. Hey, dan maakt het geen drol meer uit of je nou voor een ton failliet gaat of je gaat voor een miljoen failliet aan boetes. Maakt geen drol uit, want je bent toch failliet. Nou, je bent ondernemer, je bent het niet. En ik snap dat mensen er doorheen zitten. Ik snap het echt. Maar nogmaals, ik had het vrijdag. Ik had vrijdag, ik kom thuis weer. In één keer, ik ben moe. In één keer kan ik wel staan te slapen. Dat heeft met van alles met hart te maken. Maar goed, ik kan wel staan slapen. In één keer, het gevoel bekroop me met die verkiezing. Want daar ging het over. We hebben een verkiezing gehad. VVD is de grootste, D66. Die gaat waarschijnlijk de president leveren. Of hoe heet dat hier zo, minister. Minister-president leveren. Kaag. Uit het niets. Het is ongelooflijk. Oké, nu zijn er een paar scenario's. 1. Dit is een echte, legale stemming geweest. Een verkiezing geweest. En het Nederlandse volk heeft dus echt legaal, volledig, 100%, is dit de wens van het volk. D66, VVD. Ja? Als dat zo is, dan zijn we verneukt, dames en heren. Want jullie hebben geen flauw... Ik neem aan. Ik weet zeker. Jullie hebben geen flauw idee waar je op gestemd hebt. Jullie hebben gestemd op het Build Back Better programma. Van Klaus Schwab van de World Economic Forum. Dat is geen wappie-theorie. Dat is geen complottheorie. Dat is... Kijk op hun website. En als je leest... Oh, dat is best mooi. Maar waar het op neerkomt bij het Build Back Better... verhaal is dat een slogan waarmee ze adverteren, nogmaals, is geen wappie gedoe, hè, waarmee ze adverteren, you will own nothing and you will be happy about it. Oftewel, je hebt niks, geen bezit. Heb je een huis? Inleveren. Heb je een auto? Inleveren. Je hebt niks. Daarvoor in de plaats mag je het terughuren van de overheid. Dat is dan niet meer Nederland, maar dat is Europa. Mag je terughuren van de overheid als je lief bent. Ja? Heb je geen werk? Nou, dan weet je. Heb je een basisvergoeding. Zeg maar gewoon een uitkering. Met een heleboel verplichtingen. Geld bestaat niet meer. Het is alleen nog maar, alles is alleen nog maar digitaal. Verplicht vaccineren. Verplicht testen. Verplicht dit, verplicht dat. Social scoren. Hè? Dus ben je lief? Heb je een hoge score? Ben je niet zo lief? Ben je een beetje kritisch? Krijg je een lagere score. Dat heeft dan weer invloed op wat je kan huren. Want je hebt niks meer. Er is geen bezit meer. En mensen, Peter, dat kan toch niet. Dat doen ze. Wat dan, potverdomme, dat is een keer wakker. Agenda 2030. Het is echt. Het bestaat. Lees je ervoor door. Maar luister. Als deze stemming echt en legaal is verlopen, dan hebben jullie daarop gestemd. Jullie. Maar goed. En dan komen we op de andere verhaal. Iedereen die gestemd heeft, hebben hiermee ingestemd. Dat is wat ik al een poosje roep. Iedereen die gaat stemmen. Ja, maar ik heb FVD gestemd. Het maakt geen rol uit. FVD zit in het systeem. Jij hebt toestemming gegeven aan de overheid om te doen met jouw stem wat ze zelf wil. Nou, gaat Wim, belde mij vanmorgen op. Wim gaat een uitzending doen, een video maken over hoe deze stemming is verlopen. Want naar alle waarschijnlijkheid is deze stemming helemaal niet eerlijk
verlopen, maar dan ook niet. Maar dat is al jaren zo. Dat is al, misschien al wel 30 jaar zo. Maar goed, Wim heeft wat dingetjes achterop en die gaat daar een eigen uitzending over maken. Dus ik stel voor dat je die uitzending kiest van Wim. Maar goed, dan hebben we dus het volgende. We hebben een stemming die niet eerlijk was verlopen. En nu? Wat gaan wij doen? Volk der Nederlanden. Wat gaan we doen? Gaan we achteroverleunen en klagen en doen dat? Over 4 jaar weer een kans? Over 4 jaar wordt je stem weer misbruikt? Of gaan we nu op de barricades? En dat gevoel had ik vrijdag in één keer heel erg. Wat gaan we doen? Want als dit... Kijk. Dit wordt een lang video. Maar ik kan me ook geen fluk schelen nou meer. Ik sta zelf op een tweesprong. Wat gaan we doen? Ga ik naar... Blijf ik gaan in de richting van luister. Het QFS komt eraan. Wat ik serieus geloof. Hè. Nogmaals. Er is maar één kans. En dat is nu. Nu. In dit time. Deze time spannen waar we nu een beetje in zitten. Dus gaan we daarin kijken. En volg ik bijvoorbeeld Charlie. We are watching a movie. Sit back and relax. Gaan we dat doen? Of zeg ik nou, fuck it all. Want als wij niks doen, dan is het Build Back Better verhaal. Dat is onze toekomst. Dan is vaccinatieplicht onze toekomst. Dan wordt alles van ons afgenomen. Al onze bezittingen worden van ons afgenomen. Alles. Dan hebben we geen poot meer om op te staan. Terug naar normaal, dames en heren. Ik roep het al vanaf vorig jaar maart. Terug naar normaal is niet. Dat gaat niet. Normaal bestaat niet meer en normaal was al niet normaal. Dus we gaan naar iets nieuws. Dus gaan we jullie achteroverleunen en laten we zien wat er gebeurt. Kijken, hopen op het QFS. Trump komt weer terug. Gezara en Zara. Waarvan ik echt serieus denk dat er komt. Of sorteren we al een beetje voor op luisteren. Stel dat niet gebeurt. Sorteren we nu een beetje voor luisteren. Wat er ook gebeurt. Ik ga proberen nog zoveel mogelijk mensen wakker te schudden. Desnoods met een schop onder hun reet. Of weet ik mee wat er geslaagd is in hun gezicht. Om ze wakker te maken. Want ze hebben geen flauw idee. Dat als de regering hun zin krijgt. Wat ze gaan doen. En de regering gaat door met hun plan. En mensen die gevaccineerd zijn. Er gaan mensen overlijden aan die vaccinatie. Je ziet het gebeuren. Er mag niet over gesproken worden. Instellingen waarbij mensen overlijden na een vaccinatie wordt met klem aangeraden dit aan te geven als een COVID-dode. En niet het überhaupt over een vaccinatie te hebben. Dat mensen overlijden aan tromboseverschijnselen na een vaccinatie zou alle alarmbellen af moeten gaan laten gaan. En stel je gaat niet dood aan een vaccinatie. Luister, ik en velen met mij hebben zich verdiept in het hele vaccin-gedoe. En ik ben geen expert. Ik zal het nog een keer zeggen. Ik ben geen expert. Maar ik heb wel zoveel dingen gezien en gelezen het laatste jaar. Dat ik denk van, dat weet ik niet of ik dit moet doen. Volgens mij is dit niet gezond. En dan beslis ik voor mijzelf. Ik beslis niet voor jou, maar ik beslis voor mijzelf. En ik denk van, ik ga dat vaccin niet nemen. Ik neem het risico wel om COVID te krijgen. Dat ik, by the way, al lang gehad heb. En by the way, als mensen hadden opgelet, vorig jaar in maart riep het WHO al, de kans is heel groot dat 90% van de bevolking besmet is met het COVID-19 virus. Toen al. Goh. Als je het vaccin wel neemt, om wat voor reden ook, dan is dat jouw keus. Jouw keus. Hey, kan ik niks aan doen. Je mag, en als je een test doet, waarbij ze zo'n staaf achterin je... Je weet niet wat voor schade dat er aangericht wordt. Je weet het niet. Ik vind, nogmaals, vind niet op zijn minst bijzonder dat er zo'n staaf achterin je neus moet. Voor een luchtweginfectie. Vind op zijn minst... Nou goed, maar ja.
Mensen doen het. Het grootste probleem wat ik heb met het vaccin is dat ik gehoord heb en gelezen en gezien van experts die hun nek uitsteken, die de kans lopen dat hun totale carrière naar de klote gaat. Dus dan, kijk, normaal, hey, een normaal, rationeel denken, mensen zou denken van, wat is de achterliggende agenda van die persoon? Hij doet het niet voor het geld, hij zet zijn hele carrière op het spel. Goh, zou hij de waarheid kunnen zeggen? Dat zou, hey, zou kunnen, hè? Ik weet het niet, hè? Maar nogmaals, ik ben Peter, ik heb een mening. Ik denk dat dan wel. Hè? Want van, goh, die persoon komt best misschien nog wel de waarheid zeggen, want hij riskeert alles. Hij of zij riskeren alles. Om iets te vertellen, mensen te waarschuwen. Maar het ergste wat het vaccin, het, met het mRNA spulletje erin. Bijzonder, überhaupt. Maar goed, het tast je auto-immuunsysteem aan. Je auto-immuunsysteem. Dus als je niet overlijdt aan bijvoorbeeld trombose, en dat, gaat dan, dat schijnt dan best wel snel te gaan, direct na het vaccin, dus sommige mensen worden echt ziek. Van de week ook iemand gehoord, heeft hem ook gehad. Laat gaan. Als je niet overlijdt aan trombose, dan overlijd je misschien wel een paar maanden later aan de minst geringste griepje wat er op dat moment rondgaat. En griepjes gaan altijd rond. Het is altijd zo geweest. Maar dan ga je daar dan overlijd je daar. Het grote plan van de elite, als je hebt opgelet, is de depopulatie van de wereldbevolking. Wat hebben we nu? 7 miljard of zo? De Georgia Guidestones in Amerika. Daar staat precies op wat ze willen. Ze vertellen het heel mooi, maar één ding staat er ook. De wereldbevolking terugdringen naar 500 miljoen. Dat is het plan. En mensen kunnen zeggen, ja, Peter, dat doen ze toch niet? Dat doen ze wel. En als je nu een keer wakker wordt, daar zijn ze nu mee bezig. In het proces ernaartoe proberen ze er nog zoveel mogelijk geld naar zich toe te harken. Geld wat ze al hebben, nogmaals, deze groep mensen, die 0,001%, de elite van de elite, die hebben alles al. Dus het gaat hun echt niet meer om geld. Geld is gewoon, dat is zo burgerlijk, dat doen zij niet aan. Maar ondertussen willen ze ook niet dat jij het hebt. Dus ze halen alles bij je weg. Ze halen alles bij je weg. Ze maken je ziek. Daarvoor moet je weer even naar een vriendje van hun. Die zit in de farmacie. Er moeten weer een paar pillen verkocht worden. En dan lig je in een ziekenhuis. Dat is weer een vriendje van die farmaceut. Ze spelen elkaar het balletje toe. Ze houden je zo lang mogelijk in het leven. Het kost zoveel mogelijk geld. En dat wordt gehaald uit je geboortetrust. En dan ga je dood. Dood. Dat is het plan. Ze hebben met jou niets, met er ook niets te maken. Het boeit hun niet. Zover zijn zij in hun plan. Agenda 2030. Luister, kijk ernaar wat ze willen. Zogenaamd naar een sustainable, weet ik veel wat. Het is gewoon kul. Kul, kul, kul. Verdiep je er eens een keer in. Voor degene die ze nog niet in verdiept hebben. Dus, oh ja, dat was. Wat gaan we doen? Wat ga ik doen? Ik twijfel nog een beetje. Dat is geen grap, ik twijfel nog een beetje. Ik moet deze week, ik heb geen flauw idee wat het vandaag is. Hoeveelste, kan ik dat zien? Ik wacht nog even een paar dagen af, want begin april wil ik nog even meemaken. Pasen wil ik nog even, Pasen, dat was het. Die wil ik nog even, ja, die ga ik sowieso meemaken natuurlijk, maar dan ga ik voor mezelf echt kijken van luister, welke kant ga ik op. Want als het na voor Pasen niks geregeld is, dan wordt het een lastige, voor mij een lastige dag. Tenzij ik moet dan zoveel signalen hebben gezien dat er iets gebeurt, en anders wordt het een lang verhaal. Dat gezegd hebbende, stel dat nu alle de knop om zou gaan, is er ook niks veranderd. Want mensen zijn niet wakker. Mensen zijn niet wakker. Dus er moet nog iets ergs gebeuren. En voor degenen die gelovig zijn, kijk naar de Bijbel, Genesis, ik weet het niet, u weet het beter dan ik.
daar staat in dat er een heleboel mensen gaan overlijden. Dus als de Bijbel, het Bijbelse verhaal zich uit gaat spelen, dan weet iedereen dat we er nog niet zijn. Ik denk dat er een interventie is geweest van hogere. Dat is wat ik gehoord heb, wat ik ook graag wil dat dat zo is. Dat er een interventie is geweest en dat dat deel van de Bijbel niet uitgespeeld gaat worden. Dat is wat ik hoor. Maar als je de Bijbel volgt, dan zijn we er nog niet. Maar dan ook niet. En dan zijn we in een tijdspanne echt wel een paar maanden verder. Want dan worden er meer en meer mensen geïnjecteerd, gevaccineerd. Zullen er waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, meer en meer mensen overlijden. En als ze niet overlijden aan het vaccin, dan overlijden ze wel aan zelfmoord of omdat ze het totaal niet meer zien zitten, depressies, dat soort dingen. Ja? Dus ik wacht. Ik zeg het bij deze: Pasen is voor mij een cruciaal punt. Zie ik bij Pasen. Geen substantiële verandering. Dan ga ik het over een andere boek gooien. Dan ga ik er harder in. Dan ga ik er harder in. En nu, nou ja, Het is lastig. Dat. Ik heb geen flauw idee waar ik het allemaal over ga hebben. Daarom zie ik, kijk altijd eerst even mijn video's terug. Of het een beetje een zinnig verhaal is of niet. En of ik hem ga publiceren of niet. Er is veel aan de hand. Achter de schermen gebeurt het gigantisch veel. Wat ik gehoord heb, we hadden gehoopt dat dit afgelopen weekend de knop om zou gaan naar de QFS, zodat we naar een hele andere wereld zouden kunnen gaan. Is niet gebeurd, om wat voor reden ook. Die reden weet ik niet. Ik weet dat alles klaar staat. Alles staat klaar voor de hele wereld en eens de knop moet om. En Charlie zegt, it's up to God. Dat is wat Charlie zegt. De timing is nog niet goed. De timing is nog niet goed. Ik denk dat het scare event nog moet komen. We zien nu een opbouw naar de scare event. Dat wereldwijd... Defender 21 is trouwens ook begonnen, begreep ik. En die Europese oefening met al die militairen. Het is allemaal heel toevallig. Er zijn veel dingen die samenkomen die wijzen erop dat we een bepaalde kant op gaan. Alleen, we willen zo graag zien dat die knop omgaat. We moeten naar een ander systeem. Maar we moeten ook wakker worden. En er zijn problemen is, degenen die mijn video's bekijken, die zijn wel wakker. Maar ik heb nog steeds nog maar, weet ik veel, 15.000 man op mijn videokanaal. Die 15.000 man, dat zou eigenlijk 150.000 man moeten zijn. Eigenlijk zou dat 300.000 man moeten zijn. En nog veel meer. Want dan maak je in ieder geval een beetje een impact. Nou, dat is niet zo. Ik ga niet smeken om likes en dingetjes en abonneren niet. Maar god, het is wel zo. Als je serieuze impact wil maken en waar sommigen om roepen is dat mensen gaan samenwerken. Nou, kijk, ik ben niet het type van samenwerken. Tenminste met de meeste mensen niet. Met een paar kan ik echt heel goed, maar over het algemeen niet. En ik vind ook niet dat dat moet. Ik vind ook niet dat dat zou hoeven. Zolang we elkaar maar niet aanvallen en afvallen. Dan kan iedereen zijn ding doen en alles is goed. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Dus dat. Ik had nog iets. Ik had nog iets. Eigenlijk is dat het wel. Dat is het wel. We gaan het zien. Ik denk dat... Dat is Chip, die slaapt. Het komt goed. Het voelt... Je kunt er niks mee. Maar het voelt gewoon dat het goed komt. Het kan niet anders. We hebben een momentum bereikt met z'n allen. Meer mensen zijn wakker. Meer mensen protesteren. We zien ook iedere week wat gebeurt in Amsterdam.
meerdere steden. Hè. Natuurlijk die demonstratie in Amsterdam afgelopen zaterdag was wereldwijd. Hè. Hadden ze dus overal zie je het gebeuren. Het momentum komt, het komt, het komt, het komt. De overheid die doet er alles aan om het om het zo klein mogelijk te houden. Ook de berichtgevingen. Dus en bijvoorbeeld de berichtgeving daar even terug. Ja, dus dan staan er mensen met een baret en met een wit shirt aan. Nee, er stonden veteranen en verzorgenden. Mensen uit de zorg. Dat stond er. Maar zo zie je hoe de media het klein probeert te maken. Alles. Dus ze verliezen. Ze zijn echt aan het verliezen. Maar ze gaan echt niet zomaar opgeven. Dat gaan ze niet doen. Ze gaan het niet doen. Maar goed, nogmaals, ik voel dat het moet goed komen. Het kan niet anders. Tenzij we allemaal zo in slaap gesust zijn, tenminste het grootste gras, dat ze alles prima vinden. Maar dat geloof ik niet. En Wim die maakt straks een video over het hele verkiezing, hoe dat gegaan is. En daar zal uit blijken dat inderdaad de meeste mensen hier niet voor gekozen hebben. Dus dat ook hier, net als in Amerika, een grote zwendel is gepleegd met de verkiezingen. En dan is het afwachten hoe mensen daar gaan meegenomen. Ja. Ja. Kutzooi, toch? Ik ben er wel klaar voor. Voor het nieuwe. En ik ben ook klaar mee met het oude. Ik wil niet meer in het oude geneuzel. Ik ga dit huidige systeem ook niet oplossen. Het systeem moet weg. Weg. Nou. En dat is hoe mensen moeten gaan denken. Nu iets nieuws. En de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf en niet bij hen. Het komt goed. Echt. Geloof me. Linksom of rechtsom. Het komt goed. Maar het ligt aan ons. Wij moeten het zelf doen. Tot de volgende keer. Bye.